ver teruggetrokken in het dichte, haast ondoordringbare oerwoud van Suriname met zijn mysterieuze geluidenwereld leven de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van dit tropische gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Men schat hun aantal op een kleine 4000. Ook zij zijn onderdanen van koningin Juliana, die met prins Bernhard hun land zal komen bezoeken. En daarvoor maken ze zich op en tooien ze zich met hun mooiste gewaden. Het zijn de Indianen aan wie de eer te beurt valt de koningin als eersten te begroeten. En reeds dagen van tevoren begeven ze zich in hun kleine korialen op weg noordwaarts de rivier af. Surinames hoofdstad Paramaribo, die met 90.000 inwoners ongeveer een derde der totale bevolking van het land herbergt, is eveneens gereed voor de ontvangst. Het is een stad met een zeer heterogene bevolking. Creolen, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Bosnegers, Europeanen. Zij leven er, zoals ook elders in dit land, vreedzaam naast elkaar. Verschil van huidskleur en ras roept geen tegenstellingen op. Alle bevolkingsgroepen zijn eensgezind in hun verlangen om de koningin en de prins een waarlijk vorstelijk onthaal te bereiden. En zo breekt dan de dag aan waarop het koninklijk paar op Surinaams grondgebied aankomt. Wanneer het koninklijk vliegtuig op het vliegveld Sanderij neerstrekt, zijn daar ongeveer 200 Indianen, mannen en vrouwen uit Matta en Bernharddorp ter verwelkoming aanwezig. Gouverneur Klaases is de eerste die de vorstin en de prins welkom heet. Onmiddellijk daarna wordt het koninklijk paar begroet door minister-president Ferrier, die zijn hoge gasten naar de wachtende Indianen begeleidt. Het opperhoofd der Caraïben-Indianen, de kapitein Kali, houdt een korte toespraak. De oostbewoners van Suriname, de Indianen, zijn we nu op Sanderij kom hartelijk verwelkomd. De Indianen bedenken de vorstin en de prins daarna met geschenken en voeren vervolgens een begroetingsdans uit. Het vliegveld Sanderij ligt op 45 kilometer afstand van Paramaribo. Voor de tocht daarheen draagt de luitenant ter zee Hordijk de verantwoordelijkheid. Hij is de commandant van het fregat Willem van der Zaan, waarop de koningin en de prins zich in Domburg inschepen en dat hen stroomafwaarts over de Suriname rivier naar de hoofdstad zal brengen. In de late namiddag van deze dag bereikt de oorlogsbodem Paramaribo. Van de waterkant davert het gejuich over de rivier. De Willem van der Zaan gaat op de rivier voor anker. En de koningin en de prins begeven zich met een kleinere boot naar de wal. Bij de landingsteiger hebben zich de kotomissies opgesteld in hun feestelijke klederdracht.
De Creoolse vrouwen brengen de vorstin en haar gemaal een typisch Surinaamse hulde. Het grootste eerbetoon dat men in Suriname kent. Zij spreiden hun hoofddoeken uit, waarover de hoge gasten naar de wachtende calèche rijden. Zeven kleine vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen bieden de koningin een boeket van Jalobi aan. Een Surinaamse bloem waarvan de naam vurige liefde betekent. Het zijn allen kinderen die ten tijde van de troonsbestijging van Hare Majesteit geboren werden. Door een dubbele haag van geestdriftige mensen rijdt het koninklijk paar naar het gouvernementshuis. Groot is de vreugde der bevolking over de komst van de vorstin, die 10 dagen in Suriname zal verblijven. Van het gouvernementshuis gaan koningin Juliana en prins Bernhard de volgende ochtend naar het tegenover het paleis staande monument voor de Surinaamse gevallenen dat na 1945 werd opgericht. Terwijl het Surinaamse volkslied weer klinkt, brengt het koninklijk paar hulde aan de Surinamers die voor het koninkrijk hun leven offerden. Met de calèche rijden koningin en prins vervolgens naar het gebouw van de Surinaamse Staten. De ministers, de statenleden en vele genodigden zijn in het gebouw reeds aanwezig als de calèche met het koninklijk paar voorrijdt. Evenals op de Antillen is de bijzondere zitting van de Staten van Suriname van uitzonderlijke betekenis. De aanwezigheid van de vorstin is een plechtige bezegeling van de voortzetting der samenwerking tussen Nederland en Suriname, die met de aanvaarding van het statuut een nieuwe vorm vond. De Statenvoorzitter Dr. Van Ommeren zegt in zijn rede onder andere dat het bezoek dat uw majesteit en zijn koninklijke hoogheid, de prins der Nederlanden, heden aan het rijksdeel Suriname brengen als historische gebeurtenis wat in lengte van dagen in de hoofden en harten van alle Surinamers onvervloot blijven leven. De aanwezigheid in de Staten, zegt Hare Majesteit, betekent inderdaad voor mijn echtgenoot en mij een groot voorrecht, omdat ze de zelfstandigheid van Suriname betekent. Ze beduidt dat de tijd van samenwerking en gelijkwaardigheid tussen de delen van het Koninkrijk der Nederlanden is aangebroken. Lieve koningin! De rondrit die op de plechtigheid in de Statenzaal volgt, wordt door het enthousiasme en de vreugde van de bevolking van Paramaribo een triomftocht. De stamhoofden der Indianen hebben met hun vrouwen een ereplaats langs de route gekregen. Vooraan staat ook de vrouw die als marketenster de marine in Paramaribo al vele jaren trouw heeft gediend. De verbondenheid van Suriname met het Huis van Oranje manifesteert zich op deze warme ochtend in het warme huldebetoon der bewoners van de hoofdstad. In het jeugdcentrum van de Evangelische Broedergemeente in Paramaribo demonstreren jeugdige kotomissies enkele dansen voor de koningin, die zich hier op de hoogte komt stellen van het sociaal belangrijke werk dat ten bate van de ongeorganiseerde jeugd van de hoofdstad door dit centrum wordt verricht.
En dan komt de dag waarop het koninklijk paar vanuit Paramaribo zijn eerste bezoek brengt aan het binnenland. Met de Draisine, een dieseltrein van 's Lands Spoorwegen, wordt een tocht gemaakt naar Kabel, een nederzetting van de Bosland-Creolen, 140 kilometer van de kust. Het is een fascinerende reis over de met wit zand verhoogde spoorbaan die zich slingert door het tropische oerwoud dat aan weerszijden als een groene muur oprijst. We rijden hier in het gebied van de Tamtam. Bij het eindpunt wacht de vorstin een kleurige ontvangst. De bevolking van Kabel is hierheen gekomen om Hare Majesteit en de prins te begroeten en om getuige te zijn van de inscheping in de Korialen voor een boottocht over de Suriname rivier naar de Bosnegerdorpen. De koningin en de prins nemen plaats in een Grammanskoriaal, de boot van een hoofdman der Bosnegers die een versierd tentdak van Atap heeft. De koninklijke koriaal wordt bestuurd door de Bosneger Kewal, die om zijn grote lichaamskracht de bijnaam heeft gekregen van de 100 pk-man. Nagestaard door de bewoners van Kabel zakt de koriaalvloot, die onder gezag staat van de Bosneger kapitein Bellevue, de rivier af. Uit de boten en uit de wouden langs de oevers klinkt het geluid van de tamtam waarmee de komst van de vorstin van dorp tot dorp wordt doorgegeven. En het vermengt zich met het ruisende water der stroomversnellingen en de vogelgeluiden uit de mangrovenbossen. De schilderachtige tocht over deze grillig stromende rivier wordt onderbroken in het Bosnegerdorp Katju, waar de bewoners reeds de wilde, oorspronkelijk Afrikaanse dansen uitvoeren waarmee ze de koningin en de prins zullen begroeten. De koningin en de prins maken na de begroeting door enkele Bosneger kapiteins een korte wandeling door het dorp en nemen dan plaats in de schaduw van een grote manja-boom om er de opzwepende dansen gade te slaan. Maar de reis moet weer spoedig worden voortgezet. De Biggie Missie, de grote vrouw zoals de Bosnegers de koningin noemen, wandelt met de prins over kleurige lendendoeken, de panchis, naar de waterkant, waar kapitein Apina van Kadju afscheid van hen neemt. De vloot bevaart thans een gedeelte van de rivier met zeer moeilijke stroomversnellingen. De behendige roeiers die de rivier precies kennen, slagen er echter in de boten veilig hier doorheen te sturen. Bij de Alosu Banja stroomversnelling, die een verval heeft van 1,5 meter, is in het oerwoud een pad gebaand voor de koningin.
Prins Bernhard, die de bekoring van een tocht over de vallen niet kon weerstaan, is aan boord gebleven van de Koryaal, die door het wild stromende water met snelle vaart wordt voortgestuurd. Enige tijd later heeft ook de koningin weer in de boot plaatsgenomen en wordt de tocht voortgezet naar het gekerstende Bosnegerdorp Koffiekamp. Hier bij Koffiekamp komt het grote ogenblik van de kanonier Albi. Zo verkondigt dit 18e eeuwse kanon de aankomst van het koninklijk paar. De koningin en de prins vertoeven ook hier enige tijd, waarbij Hare Majesteit onder andere een Bosnegerhut bezichtigt. Koffiekamp is evenals Kardju ten ondergang gedoemd. Het zal eens verzinken in een groot stuwmeer dat in dit gebied ten behoeve van de elektriciteitsopwekking zal worden gevormd. Bij het afscheid van Koffiekamp reikt de koningin een onderscheiding uit aan de Bosneger-kapitein Eersteling. Het is het zilveren kruis van de huisorde van Oranje, waarmee hij bijzonder verguld is. Na het bezoek aan de Bosnegerdorpen keert het koninklijk paar terug naar Paramaribo, waar de volgende avond voor het gouvernementspaleis een grootse huldigingsmanifestatie plaatsvindt van alle bevolkingsgroepen. Door de straten van de stad trekken zij op naar het grote plein. De afstammelingen van de Nederlandse kolonisten uit 1845 in oud-Hollandse klederdracht. De boslandkreolen met kleurige doeken om, vele kinderen met zich meevoerend. Vertegenwoordigers der Chinese bevolkingsgroep, voorafgegaan door een draak. Men raakt niet uitgekeken op deze kleurrijke stoet, waarin ook de Hindoestanen prachtig voor de dag komen. En terwijl grote groepen nog door de stad trekken, bereikt de kop van de stoet het gouvernementspark. Het Surinaamse wapen dragend trekken de oudste bewoners van het land, de Indianen, in de kleurigste tooi die men zich kan denken, dansend aan de vorstin en de prins voorbij. Allen hebben geschenken bij zich, zoals de boslandkreolen, die een grote, fraai bewerkte koryaal voortduwen. Ongeveer 3000 mensen nemen aan deze unieke, ontroerende demonstratie deel. Verrassend groot is de groep der kotomissies, die bloemen en andere geschenken op het hoofd laten balanceren en met groot enthousiasme en vol blijdschap de koningin hun hulde betuigen. De koningin begeeft zich tenslotte vergezeld van de prins te midden van haar onderdanen om zich met elk der groepen enige ogenblikken te onderhouden en hen te danken voor de overweldigende hulde. Aan boord van de ertstanker Prospector maakt Hare Majesteit de koningin een tocht over de Kotika-rivier naar het Marowijnen-district in het oostelijk deel van Suriname dat grenst aan Frans-Guyana. Langs deze voor grote schepen tot aan het mijnstadje Mungo bevaarbare rivier liggen verschillende Bosnegerdorpen. Het eerste doel van Hare Majesteits bezoek is de bauxietindustrie van een Amerikaanse maatschappij die hier Surinames belangrijkste delfstof verwerkt en gereed maakt voor verscheping. In een ononderbroken stroom wordt het erts dat de basis is voor de aluminiumfabrikage naar het industriecomplex vervoerd. Nadat Hare Majesteit de installaties heeft bezichtigd, begeeft hij zich per auto naar de in de buurt gelegen bauxietmijnen, hartelijk uitgeleide gedaan door de arbeiders en hun gezinnen.
Bauxiet wordt opengemijnd. Dat wil zeggen dat men geen mijnschachten behoeft te boren. Het erts bevindt zich namelijk dicht aan de oppervlakte. Behalve een Amerikaanse heeft ook een Nederlandse maatschappij in Suriname een concessie. Ook de mijnen en fabrieksinstallaties hiervan worden bezichtigd. Suriname is een van de voornaamste leveranciers van bauxiet. 1/5 deel van de wereldproductie komt hier vandaan. Voor de economie van het land is de export van bauxiet van onschatbare betekenis. In de toekomst hoopt men in staat te zijn een belangrijk deel van deze grondstof in het land zelf tot aluminium te verwerken. Haar reis voortzettend bezoekt de koningin het bosnegerdorp Mungotapu. Dat zij vergezeld van de districtscommissaris de heer Lumtschu over een loper van kleurige panchis betreedt. En ook hier bewijzen de bewoners met dansen eer aan de vorstin. In de hoofdplaats Albina hebben zich de bewoners uit de oerwouden van het Marowijnen-district verzameld. Onder hen is een groep van 60 Wayana's, een indianenstam die pas een paar jaar geleden ontdekt werd. Zij leven diep in het zuiden van Suriname aan de Braziliaanse grens. En de groep heeft wekenlang moeten reizen om hierheen te komen. Ja.